Het is een supermarkt, maar ook weer heel veel meer. In de Wildemanbuurt in Nieuw-West is een supermarkt geopend waar kwetsbare gezinnen gratis hun boodschappen kunnen doen. Appels, shampoo of baby wipes. Je vindt het er allemaal en het kost niets. De supermarkt Fris is een plek waar de armste gezinnen die we kennen dagelijks gratis boodschappen kunnen doen. Alles is gratis, maar wel onder één voorwaarde. Mensen die er boodschappen doen, moeten zich door een coach laten helpen in een situatie. Wat ons anders maakt dan de voedselbank is dat wij voorzien in de totale basisbehoeften van het kind en het gezin. Ja, en we houden ze vast. En we zeggen 6 à 8 maanden hopen we dat je uit die rode cijfers bent gekomen. 80 financieel kwetsbare gezinnen zijn op dit moment welkom in de supermarkt. Hun situatie werd door lifecoach Baladi beoordeeld. Ouders die bij ons terechtkomen en die aangeven van dat ze in een moeilijke periode zitten. Dat wij dan even gezamenlijk eerst de intake doen. Dat we even gaan zitten om te kijken van oké, waar loop je tegenaan. De 54-jarige Brahim is ook klant in de supermarkt. Door schulden en depressiviteit kwam hij met zijn gezin in de problemen. We zijn heel tevreden met deze mensen dat ze de winkel gaan open doen voor mensen met een laag inkomen, helpen met de boodschap. Als de gezinnen na het coachingstraject zonder hulp zelf verder kunnen, hoopt de supermarkt dat ze als vrijwilliger betrokken blijven. We zijn echt om te kijken van hoe kunnen we jongeren en ouders een betere nachtrust creëren, maar dat ze ook een leermeester worden voor iemand anders die in dezelfde situatie terechtkomt. Brahim is daar al een mooi voorbeeld van. Hij is niet alleen klant van de supermarkt, ook helpt hij er. Gewoon elkaar helpen, boodschappen uitdelen en dat is het. Een grote supermarktketen sponsort de meeste producten uit de winkel. Maar ik wist ook, als we die grote supermarktketen niet hebben, ja, dan werkt het ook niet. En dat is ook gelukt. Dus de FOMAR die zei, ik wil wel die schappen voor die gezinnen dagelijks vullen. Een gratis supermarkt, inclusief ontmoetingsplek en gelegenheid voor coaching. De buurt ziet het graag op deze manier. We moeten niet ons kapot maken wat de andere wereld gebeurt. We moeten gewoon elkaar helpen, ondersteunen. Dat hebben we een hart nodig. Dat hebben veel vaders nodig.